Ja, Pasen dus. Zandkunstenaar Emmanuel Boye verzorgde twee paasvoorstellingen in de Corneliskerk in Beuningen. Er werd een speciaal paasprogramma gepresenteerd door de zandkunstenaar, wat muzikaal werd opgeluisterd. Al jarenlang wordt het paasverhaal in Beuningen beeldend vormgegeven door middel van zang en een zandkunstenaar. Een zandkunstenaar tekent met zand, met droog zand, op een glasplaat met licht onder. Ik gebruik zilverzand. Dat is wit zand, wat ze ook in de zandbak gebruiken, maar dan met hele, hele fijne korreltjes, ronde korreltjes. Oké. Voor zandkastelen, om in de lucht te bouwen, heb je hoekig zand nodig. Want die blijven goed in elkaar haken. En dit zand moet goed rollen en moet goed strooien en goed gelijkmatig strooien. Daar heb je ronde kleine korreltjes voor nodig. Met behulp van die ronde kleine korreltjes wordt in dit geval het verhaal rondom de dood van Jezus Christus verteld. De voorstelling is bedoeld voor kinderen als laagdrempelige manier om kennis te maken met het christelijk geloof en het echte verhaal achter Pasen. Zowel in school als in de samenleving. Het is niet alleen maar een kwestie van het hart. He? Het is niet alleen maar een kwestie van wat missen we, maar als je ook terugkijkt naar onze cultuur, dan zie je dat we gewoon ook heel veel kwijt zijn wat dat betreft. Ik heb een dubbelgelaagd veiligheidsglas, zodat als die breekt, dat het niet in 1000 splinters uiteenvalt, maar dat het gewoon één barst is. Er zit een matte folie tussen om te zorgen dat het licht onderin mooi gelijkmatig verdeeld is. Daaronderin zit eigenlijk een LED-plafondlamp die omgedraaid in mijn kist ingewerkt zit. Wij denken echt dat creativiteit juist iets is wat God ook gegeven heeft. Mensen zijn geen statische wezens, geen robots. En die creativiteit, als je die inzet, dan is het ook veel natuurlijker. Emmanuel Boye zet als zandkunstenaar zijn creativiteit dagelijks in. Ik strooi gewoonlijk zand en ik hou mijn handen vrij hoog. Want hoe hoger je strooit, hoe gelijkmatiger het zand valt. Mm-hmm. En soms maak ik er ook een show van door in de lucht te gooien, zo hop. Heel hoog, ja. Maar dan is het dus de kunst om met een paar vegen heel snel iets te tekenen. Dus ik heb bijvoorbeeld bloemetjes leren tekenen met 6 vingers tegelijk. Oh, ja. In 1 seconde. Teken je die 6 blaadjes tegelijk. En als er te veel zand in het midden ligt, dan geef je nog rap een tikje. Als het niet nodig is, dan ga ik er gewoon overheen.